Ja, nou, eerst even, ja, we hebben het over keuzes als iets wat ons mensen onderscheidt. Maar wij zijn soms niet de enige die onverwachte keuzes maken. Want kievieten zijn eigenlijk bekend als trekvogels. En die september, oktober, dan vertrekken ze naar Cornwall of Zuid-Frankrijk. Ik liep gisteren van de rand van Amsterdam naar Broek in Waterland en ik keek omhoog. En daar was opeens niet zomaar één verdwaalde kievit, maar gewoon een hele consistente zwerm. Die hadden daar dus blijkbaar collectief voor gekozen. Ik begin verder even in algemene termen. Ik heb hem hier misschien wel eens eerder voorgedragen. Mens blijven. Bij overzicht is er ook sprake van afstand, maar afstand is niet wat men zoekt in verkering. Wanneer men voor eenzaamheid vlucht, geen dosering, soms voelt het alsof ik hier leef in een lafland. Contact is geen poging je wil te beheersen. Een blik die je open benadert, geen eis. En wie nadenkt wanneer je iets zegt, niet misprijzend. Het overzicht om dat te zien, laat je meer zijn dan pianotoets, tuimelaar. Ja, Dostoevsky die legde de vinger precies op de zere locatie, wat reden te meer is om rustig te ademen. Niet overhaastig, wellustig of boos, verontwaardigd. Waar nog valt te leren, want mens blijven kan. Ja, die optie, die heb je. Dan word ik wat specifieker. Even tussendoor, hè, want ik maak hier nu de keuze om gedichten voor te dragen die voor mijzelf niet de makkelijkste zijn. En iemand hier heeft de keuze gemaakt de rol op zich te nemen van stoorzender. Maar die rol die was niet beschikbaar in het script. Wanneer het voor de uitkomst weinig meer uitmaakt welke keuze je maakt, is er sprake van overmacht. Natuurlijk weet je nooit wie wanneer wegvalt, maar soms is dat plots meer dan een cliché. Ik hoefde niet te denken, wist meteen. Liever met één nier in een wereld met jou, dan met twee nieren in een wereld zonder. Wanneer alsnog blijkt dat die keus bestaat. Jij ziet de waarheid recht in het gelaat. Ik blijf nog even hopen op een wonder. Voor Franje is geen tijd, dat is bewezen. Geen plaats voor een omwonden liefdesbrief, zoals ik die onwetend was gaan schrijven. Wij kunnen geen van allen eeuwig blijven. En ik heb jou in elke wereld lief. Maar liefst nog even dicht bij mij in deze. En dan blijft eventueel nog één keuze over en dat is die van standvastigheid. Stevast ben ik behoedzaam jegens jou, voor wie ik diep van binnen liefde voel. Mij daarbij niet afvraag wat zij bedoelt, omdat ik je uitzonderlijk vertrouw. Relaties komen in de bondste schelpen. Ik sta niet op een vorm, ervaar geen drang. Herkenning, als je schrijft wat voor een man je wenst, zal daarbij ongetwijfeld helpen. Ik dacht steeds tijd genoeg, nu blijkt van niet. Al bid ik dat je hier nog onderuit komt. Om valse hoop geef ik zo min als jij. Elk woord dat ik je schreef staat overeind en niemand die een jota ervan uitgunt. Ik loop hier niet voor weg, ik heb je lief. Thank you.